Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En Vagant. En Vagant. Normaal gesproken is het juist de bedoeling dat we naar Amsterdam gaan of naar weet ik voor waar, om daar ook criminele spullen op te halen. Maar vandaag is de taak, gaat dat ook in een dorp lukken? We zitten hier in een dorp, er gebeurt hier niet veel, toch kijken of we wat kunnen vangen. Gaat ie? Wat? Gauw weer. Ja? Gijsie, wat heb je? Fiets hem eruit. Toch nog een fietsie, hè? Een incontinente fiets. Maar alles is gejat. Ja, ze hebben alle leuke dingen er wel afgesneden. Stoute dorpelingen. En dan zeggen ze dat er in het dorp nooit wat gebeurt. We beginnen met een weegschaaltje. En dit weegschaaltje is niet voor je kruiden. Jawel, hier in het dorp alleen maar voor soepgroenten. Oh. En een zakmesje. Hey, die zakmes wil ik wel. Ja, natuurlijk. Dat is fiets nummer 2 in 10 minuten tijd. Ja. Maar hier hebben ze lopen ettenbakken. Stekker, hè? Kijk, hele dikke vette kooi, hè? What the fuck? Ja, kooikarpen. Die vier. We hadden eigenlijk een visangel mee moeten nemen. Ja, nou we zijn toch aan het vissen? Zou dat die kooi... Weet je het alleen? Kijk eens! Kogelmiata! Wat is dat dan? Natuurmonumenten. Dit is mevrouw Kraps. Wow. Niet te dichtbij, dan zie ik het niet meer. Maar zo zie ik hem wel. Het is een elektrieke fiets. Ja. Met de accu'tje en alles. Ja. Zit hier ook nog een pakketje? Zal zo'n ding kosten? Duntjes of twee? Goed bezig, Gijs. Fietshandelaar Gijs. Ja, vooral de tweedehandse krotten. Weet doen, Gijs. Ik ben hem aan het opladen. Dat is een pompfiets dit. Moet je eerst een half uur pompen. En dan is die accu vol die hier zit. En dan kun je trappen. Met hulpmotor. Met hulpmotor. Goed, man. Ah, wat lief. Ren daar gevonden. Ik krijg net een bosje bloemen van mijn zoontje. Want het is Vaderdag vandaag. Iedereen die ook Vaderdag heeft gevierd, doe even een duimpje omhoog. Wat? Daar heb ik op met hem van. Wat samen. Kijk wat een plomp water hier door dat gaatje heen. Ha, er staat 3 centimeter water. Nou jongens, kijk eens even. Samurai. Samurai. Let me look. Dat zagen we al, kan ik je vertellen.
In de schone zondagavond staat onze Mattie Gijstaaf te poeren in het water. Zit hier geen paling? Voel je wat? Ja, ik voel wel wat, maar... Ik ook. Het komt er niet uit, hè? Nee. Even persen. Hey Gijs. Ja? Ik heb het horloge van onze vorige video om. En kijk eens wat ik hier gevonden heb. Het vorige horloge van de volgende video. Het volgende horloge. En dan heb ik een, hier een... Hij is hartstikke leuk. Het glas ligt ernaast. We hebben... Dus ik kan hem weggooien. Geef eens. Dit is een biologisch afbreekbaar joggingpak, denk ik. Ik denk dat dit een ausje uit onze tijd is, Ruud. Een netkous van tante Sjaan. Ja. Nee, er hangt nog een label aan. Dat rijmt. Het is een mooi pakje geweest. Trek hem eens aan. Ja, ben je even helemaal van de wilde besnuffeld? Gijs? Ja? Oh, waar ben je? Daar. Ja. Dit was hem weer voor vandaag. Ja, wat een knallend feest. Hey, en wat is de conclusie? Dat er in dit plaggendorp niks ligt. Nee, een paar fietsen en een mesje en een beetje rommeltjes. Het waren 3 fietsen en een paar is 2. Oh ja, het waren 3 fietsen. Ja. Maar we kunnen dus wel concluderen dat je heel goed kan magneetvissen in een dorp. Maar je vangt niks. En het is ook nog eens hartstikke gezellig. Maar voor de echte vondsten moet je toch wel een beetje naar de drukkere gebieden. Ja, toch wel een beetje naar de stadie. Ja, dat is het een beetje. Dus. Toet toet! Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.